Het Man bij het Hondjournaal. Vanavond met Sjaak Harteveld. Goedenavond, dames en heren. In Den Haag doet een man iets aan het grote gevoel van onveiligheid onder de ouderen. Een verslag ter plaatse. Wat is er aan de hand? Nou, ik word natuurlijk kwaad dat de oudere mensen in deze tijd van de verharding, dat er steeds meer misdaad is, niet meer s'avonds veilig over straat durven te lopen. Ze lopen daar in een slecht verlichte wijk rond. Nou, dan is het 9 van de 10 keer dat ze beroofd worden. Bent u zelf wel eens op straat lastig gevallen? Ja, 26 jaar geleden liep ik over straat. En er komen 3 vervelende jongens. En die beginnen een beetje te jennen. Hey, kun je niet uitkijken, ouwe? Toen werden ze een beetje bedreigend. Pak ze gauw, pak ze gauw! Maar er gaat er een achter me staan, die pakt maar 2 polsen beet. En de ander die haalt me toch een heder uit. Omdat ze natuurlijk willen dat ik uitgeschakeld ben, gaven ze me een klap boven op mijn neus. En toen stond ik een beetje versuft te kijken. En hun verdwenen natuurlijk. Wat een naar verhaal, meneer Harteveld. Liep u na dit incident nog wel met een gerust gevoel op straat? Nou, ik heb lang met een nagevoel op straat gelopen. En na een hele tijd ben ik veilig tot de conclusie gekomen dat ik eens wat er aan me moest doen. En toen ben ik een zelfverdedigingscursus gaan volgen. Ik heb mij zelfs door de jaren opgewerkt tot grootmeester in deze sport. Is die zo? In welke sport? In Hapkido. Dat is een veilig en uitsluitende zelfverdedigingssport. Kunnen we u beschouwen als een autoriteit op de verdedigingstechnieken? Ja, door de jaren wel natuurlijk. En daarom vind ik het ook leuk als ik de kans krijg om oudere mensen ook iets mee te geven. Heeft u wat tips voor de ouderen? Als je aangevallen wordt door 3 mensen en je bent als oudere en je loopt samen met een wandelstok op straat, als ze je beet pakken van achteren, sla je met die wandelstok op iemands hoofd, je trapt achteruit. En de ander die valt je aan en dan sla je de wandelstok onder tegen zijn bal aan. En dan, dan zijn ze afgeweerd en aangeteld. Als je aangevallen wordt met een mes, het is maar net hoe je aangevallen wordt. Of je van boven aangevallen wordt of dat het naar je gestoken wordt. En daar zijn verschillende tegentechnieken tegen. Maar die moeten natuurlijk razendsnel gedaan worden. Anders gaat het mis natuurlijk. En dat leer je in mijn sport. En hoe meer dat je hierop studeert, op deze technieken, hoe beter dat je wordt natuurlijk. Dames en heren, ga een cursus zelfverdediging volgen, zodat u weer met een veilig gevoel de straat op kan. Dit was het nieuws. Een goede avond.